Dit is Molly. Molly die is in een bouwput gevonden en naar de stichting gebracht. Dus ik keek naar de ogen en ik zag dat kopje en toen dacht ik bij mezelf, dat hoort bij mij. Als ik de mogelijkheid heb binnen mij, echt binnen mijn mogelijkheden, dan red ik een dier. Ik heb een paar keer ontzettend op mijn sodomieter gehad dat ik midden op de Beneluxbaan een eend ging redden. Of als er iets met vogels is, dan kom ik ze ook altijd tegen in het bos. Je hebt daar dodingsstations, daar worden de dieren heen gebracht. Waar vervolgens de stichting de dieren daar, als het ware, koopt om ze te redden. Ja, ja, ja. Ja, daar is ze. Dat is Molly. Oh, wat is Molly. Dieren, honden en katten, überhaupt ieder dier, geven zo ontzettend veel onvoorwaardelijke liefde. En daar kunnen mensen, denk ik, af en toe heus nog van leren. Weet je, het voelde echt een beetje alsof het zo moest zijn. Gewoon, op een of andere manier voelde het heel vertrouwd. We gaan er lekker van genieten, hè? Hoi.